Rothera, Antarctica. Sinds 2012 heeft Nederland op deze Britse basis een eigen gebouw. Het Dirck Gerritsz Laboratorium, met 4 onderzoekscontainers. Hey, Jacqueline en Maria. Hey. Jacqueline Stefels en Maria van Leeuwen doen al jaren onderzoek op Rothera. Nou, welkom in ons lab. Wauw. Dit is eigenlijk het eerste Nederlandse laboratorium op Antarctica. Ja, zeker, precies. En het bestaat dus uit flexibele units. Dus in principe is het een soort plug-and-play. Die dingen worden in elkaar gezet, in Nederland verscheept en in stekker in de stopcontact gestopt. En dan, ik kan meteen aan de slag. Ik kan meteen aan de slag. Jullie eigen plekje? Ja, zeker. Ja, zeker. Hoe belangrijk is het om hier een vaste, permanente plek te hebben als onderzoekers? Heel belangrijk. Als je iets wil, wij doen klimaatonderzoek. En om iets te zeggen over klimaatonderzoek moet je lange termijnseries hebben. En met deze faciliteit en dit lab hier permanent kunnen we gewoon echt geweldig werk doen. Wat ook gewoon erg goed is van het werk hier, is dat we niet alleen ons eigen project draaien, maar dat we aansluiting hebben bij het werk van de Britten. Dus wij hebben onze Nederlandse labs hier en daar staan de Engelsen. Maar in de praktijk doen we gewoon heel veel samen. En de Engelsen doen hier al 20, 30 jaar onderzoek, denk ik. Dus wij sluiten gewoon aan bij dat onderzoek. Het geeft dan een enorme meerwaarde. Ook Stef Bokhorst doet namens het NWO onderzoek in het Dirck Gerritsz Laboratorium. Hij onderzoekt de gevolgen van de opwarming van de aarde voor landdieren en planten op Antarctica. Dit zijn de springsatellieten van Antarctica. Het zijn de grootste landdieren die je kan vinden. Dat meen je niet? Ja. Groter heb je ze niet? Nee, dat klopt. Dit is echt alles wat hier eigenlijk zichzelf in leven kan houden. Denk je dat deze springstaarten ook in de toekomst de grootste landdieren op Antarctica zullen blijven? Nee, dat denk ik niet. Wat we nu zien, eigenlijk nu al, is dat er een heleboel, toch wel een aantal plantensoorten zich steeds verder naar het zuiden opdringen. Dus ze komen eigenlijk Antarctica binnen. En met die planten komen ook de mogelijkheden voor grotere insecten, zoals andere springstaarten, maar ook vliegen en kevers, om zich ook te kunnen settelen hier op Antarctica. Maar dat het gaat gebeuren, staat wel vast? Ja, we gaan die opwarming die zet zich nu echt wel door. Dus de kansen worden groter voor nieuwe soorten om zich hier te kunnen vestigen. Jacqueline Stefels en Maria van Leeuwen onderzoeken de invloed van algen op het klimaat. Op zoek naar de algen? Ja, algen. Ja. Wauw. Kijk eens, dat wilden we zien. Mooi. Oh, die gaan helemaal aan de onderkant zitten. Wat doen die algen daar? In het ijs heb je heel veel voedingsstoffen en heel veel licht. Dus het is gewoon een ideale plek om te groeien. In het ijs zelf zijn ze beschermd tegen allerlei beestjes die algen eten. Dus het is een soort beschermde omgeving. Dus ze kunnen gewoon lekker doorgroeien. En dit is dus het spul waar kril heel blij van wordt. En die algen die staan dus helemaal aan het begin van de voedselpyramide. Ja. Zonder algen geen walvis. Het interessante waar wij naar kijken zijn die algen die hier in grote, dikke lagen in gaan groeien. En die zitten in die kleine kanaaltjes in dat ijs. En omdat ze erin gevangen zijn, hebben ze het heel erg koud. Ze kunnen niet weg, want het ijs is natuurlijk kouder dan het water. En het is ook heel erg zout, dus ze moeten zich aanpassen om überhaupt te kunnen overleven. De algen kunnen zich dus goed aanpassen aan het zeeijs. Daarbij produceren ze een speciaal stofje dat vrijkomt zodra het zeeijs in het voorjaar smelt. Die stof komt in de atmosfeer terecht en daar oxideert het naar sulfaat. Sulfaat vormt kernen waar waterdamp omheen condenseert. En zo ontstaan er wolken. En deze wolken houden zonlicht tegen, waardoor de aarde minder snel opwarmt. Stef Bokhorst heeft 11 jaar geleden speciale klimaattentjes neergezet. Door het glas wordt het binnen de tentjes 2 graden warmer. Hij wil weten of de schaarse vegetatie die opwarming overleeft. Maar hebben zijn tentjes het wel overleefd? Hey. Ze staan er nog. Oh, niet allemaal. Oh jee, maar. Die 2 zijn nog heel. En die andere 4 die wel, zijn toch echt helemaal kapot. Oké, nou ja, dat was misschien te verwachten. Even kijken, ik ben een beetje voorzichtig om, want dit is namelijk een experimenteel plotje geweest. Ja, oh ja. Ik weet nog niet zo goed of ik er nog iets mee kan, maar laten we in ieder geval niet het dwars doorheen lopen. Goed, we hebben in ieder geval twee die nog wel staan. Twee staan er nog wel. Laten we eens kijken wat daar gebeurd is. Ik heb eigenlijk het idee dat hier dat zwarte, deze zwarte plakken die je hier ziet, dit is mos geweest. Ze suggereert eigenlijk dat dit mos dood is. Het lijkt er een beetje op alsof de temperatuur een vernietigend effect heeft gehad op de begroeiing. Ja, daar lijkt het voorlopig wel op, ja. Geen goed nieuws voor Antarctica eigenlijk. Nee, voorlopig even niet. Dit schip, de James Clark Ross, is gebouwd voor de meest extreme weersomstandigheden. Ze kan de ruigste zeeën bevaren, als dat moet zelfs dwars door pakken ijs heen. Gelukkig is het nu nog vrij rustig. Hopen dat het zo blijft. Wat is de invloed van de oceaan op de verandering van het klimaat? Een antwoord vinden op deze vraag is de missie van deze wetenschappelijke cruise, die een week zal duren. We gaan naar een gebied waar nog nooit iemand geweest is. Namens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, reizen 2 onderzoekers mee. In totaal zijn er 20 wetenschappers aan boord. Put it in a simple way, that we know more about the surface of the moon than we do about the depths of the ocean. Al die bruinige smurrie in het ijs, dat blijken allemaal algen te zijn. En die hebben dus invloed op het klimaat. Voorspellingen voor klimaatveranderingen kunnen we nog steeds niet goed maken. Klimaatmodellen blijken vaak niet goed te werken. Het simuleren van wat er in de werkelijkheid gebeurt, is, dat kunnen we eigenlijk voor het Zuidelijke Oceaan nog steeds niet goed. En een heel belangrijk aspect daarvan is dus dat we niet begrijpen hoe wolken gevormd worden rond de Zuidelijke Oceaan. Nou, daar komt dus ons onderzoek om de hoek kijken. Wat is dan de bijdrage van die algen aan de vorming van die wolken? Weer of geen weer, de onderzoeken gaan altijd door. 24 uur per dag. Wat het belangrijkste is, is dat er eigenlijk overal heel veel algen zitten. Ook helemaal buiten de shelf break, zoals dat heet. En dat is erg prettig, want dat betekent dat de baai waar wij normaal gesproken in werken, bij Rothera, dat die representatief is voor verderop. Wat zegt dat eigenlijk, dat er hier ook meer algen te vinden zijn? Nou, wat het zegt is dat, vooral voor mijn wetenschap, dat de getallen die wij opgebouwd hebben in de afgelopen 2 jaar, dat we die kunnen vertalen naar de rest van het kustgebied. En dat vind ik een heel geruststellend idee, dat dat goed is.